Hoi lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag zoiets leuks doen. Ik geloof gewoon niet dat Jer heeft gezegd, Nos, ga dit doen voor mij, alsjeblieft. Dat was zijn idee. Ik ga namelijk vandaag shoppen voor Jer samen met een vriendin van mij. Hij vindt het namelijk echt vreselijk, maar echt vreselijk om te gaan shoppen. Meestal na een half uurtje tot een uur max is hij er helemaal klaar mee. En hij haat het om dingen te passen de hele tijd in paskamers en weet ik veel wat. Dus het is echt niet zijn ding. Dus hij zei, Nos, ik heb kleding nog, kun je alsjeblieft voor me gaan? Dus I was like, of course I can. Dus dat was helemaal geen probleem. Ik moet zeggen, ik heb het nog nooit zo gedaan. Want je gaat natuurlijk kleding kopen voor iemand die niet mee is. En voor Jeremy's en maten is dat echt best wel lastig. Maar ik heb er zoveel zin in. Oh my god, dat is zo leuk. En die vriendin van mij ook, die zei van, ja hoor, dit wordt hem, dit is fucking vet. Dus ik ga haar nu eventjes ophalen bij de metro in Amsterdam. Dus ja, dit wordt gewoon een hele leuke dag. Dat weet ik nu al. Het regent wel echt keihard buiten. Het is echt rot weer. We gaan naar heel veel winkels. Ja, we kunnen het niet passen natuurlijk voor Jer. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan fixen. Maar dat komt denk ik wel goed. Dit is echt eventjes heel random. Maar we zijn dus heel het centrum naar boven. Heel het centrum zijn we door aan het wandelen. Om een wc te vinden. Door corona is dus alles gewoon dicht. En kan je dus nergens meer naar de wc. Dat is echt top. Thank God voor paté. Geweldig. We hebben allebei een Pathé Unlimited card, dus dit was wel even handig. Bij de Pathé kan je dus wel naar de wc, mocht je het volgende keer zelf willen weten. Wat vinden jullie trouwens van mijn masker? Ik vind hem echt heel dope. Het is gewoon jeans en ik kan hem wassen. Oké, eerste winkel waar we heen gaan is de Bershka. Ik weet alleen niet of dit wat is. Ik ga heel veel snel Jer bellen. Want ik weet dus niet helemaal wat hij wel of niet wil, want truien dat draagt hij dan weer niet. T-shirts weer wel, maar hij is heel moeilijk met kleding. Hey, wat voor kleding wil je wel en wat wil je niet? Ja. 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 Mm-hmm. T-shirt? Oké. Ja. Oh, zo. Oké. Dit is zo laat. Kan je het anders even sturen in een appje wat we net allemaal zeiden? Oké, heel goed. Oké, even opzomming. Hij zei dus, hij wil gymwear hebben. Typical. Joggers die hij kan aandoen met normale kleding. Dus niet per se dingen voor in de gym. Polo's hebben nodig, heel veel t-shirts, want die zijn allemaal oud en die kunnen weg. Vesten met hoodies en dat was het. Dus, let's go. Het probleem wat we dus altijd hebben is als we in Bershka, Mango, whatever, dat soort winkels, Jer past gewoon letterlijk niks. Dus we gaan nu op zoek naar broeken van LXL. Misschien zelfs XXL als het echt niet past. Shirts zijn meestal L, dus dat zit wel goed. Maar ja, net zoals dit moet je dan kijken, jongens. Wat is dit voor beentje? Hier pas ik zelfs niet eens in. Ik vind die mannenmaten af en toe zo apart, zeg maar. Dus ja, het wordt wel even zoeken, denk ik. Maar ja. Zal ik gewoon deze meenemen voor de grap? Ziet er niet uit. Het heeft wel leuke dingen op zich, maar het is een beetje te kleurvol voor Jer, denk ik. Wat denk jij? Wat? Wat hebben we nu? We hebben nog twee jeans eigenlijk. Ja, maar het zijn joggers, hè? Jean joggers. Jeans. Die zijn wel echt heel leuk en ze zijn heel stretchy. Dus dit is even een tip voor de mannen die nu aan het kijken zijn. Bij Bershka zijn echt heel dope. En het zijn stretchable jean joggers, toch? Ja. Heel ze zijn cool. Echt nice. En een ander kleurtje hebben we nog. En ik zag dus dit, maar ik weet dus niet of hij dit vindt. Ik vind die stof wel lekker. Het is heel zacht volgens mij, of niet? Oeh, I like. Snap je, voor hem is, zeg maar, hij houdt niet van dik. Nee, maar het is wel perfect. Winter. We kunnen alle twee doen. Ja. Oh, moet je nou kijken, deze zijn zo dik. Alleen ze hebben dus alleen maat 45 als grootste maat. Jer heeft 47, dus dat wordt hem niet. Maar ze hebben hele leuke schoenen bij Bershka. Dus als jullie nu zitten kijken voor je vriend misschien of de guys, hele goede aanrader. Van dit. Het is zeg maar, Jer houdt heel erg van Japan, dus wij dachten dit is super dope. Alleen hij is wel heel breed. Heel eerlijk dacht ik niet dat we zo snel zouden slagen, maar we hebben echt heel veel leuke items nu al in één winkel. We gaan nu naar Stradivarius en dan gaan we even kijken voor t-shirts. Nou, zover Stradivarius. Apparently hebben ze de hele mannencollectie eruit gegooid en is het alleen nog maar voor vrouwen. Dus dat is heel leuk voor ons. Alleen daar hebben we nu niks aan. Als jij ruikt wat ik nu ruik, er staat hier een stroopwafeltent naast.
we can do it. Ik heb gewoon deze meegenomen, de brownies van MyProtein. En deze zijn echt super chill. Er zitten marshmallows in. Dus nou ja, hè? Ik blijf gewoon on the good track. Als ik hem tenminste open krijg. Are you okay? Maar eerlijk, dit is de baby en dit is de luier. Ja, het is cute as hell. We zagen net deze. It has pockets, alsof iemand kan meenemen. It has pockets, nog wel. Fucking een baby fever. Maar we willen geen baby's hoor, nog. Nee. Maar het is wel heel cute. Volgende winkel waar we zijn is de Zara. En we hebben al best wel wat dingetjes. Maar het enige met de Zara is wel, misschien ook voor mannen, dat je altijd net even een maat groter moet nemen. Ook voor de vrouwen zijn het altijd babymaatjes, omdat het volgens mij gemaakt wordt in Spanje of zo, toch? Die confectiematen zijn heel anders. Dus we hebben voor Jer ook een paar L en XL shirts. Oké, mensen. We zijn bij 4-5 winkels geweest ondertussen. En we moeten alleen eventjes checken wat we nu allemaal hebben. We zijn even terug bij de auto. Om even te reviewen van oké, hoeveel van wat hebben we allemaal. En of we nog meer moeten halen of niet. Maar we hebben echt al gewoon 3 volle tassen. Dus ik denk wel dat het genoeg heeft, eerlijk gezegd. Ja, als we nou gewoon alle korte sleeve hier doen. Ja. En een long sleeve. De truien hier. Jezus. Alright guys. Nos heeft de ringlight op mijn gezicht gezet, dus als ik zo kijk, dan weten jullie waarom. Anyways, Nos en Bar zijn net thuis gekomen en ze hebben voor mij geshopt. Niet omdat ik het zelf niet wilde doen, maar omdat ik het zelf niet wilde doen. Dus ik weet, op dit moment er staan iets van 4 of 5 tassen en ik weet helemaal niet wat ze gekocht hebben. Maar ze willen heel graag dat ik een soort gekke catwalk actie hier doe. Inclusief poses en wat. Dus ik zei, dat ga ik niet doen. Ja, dat ga ik niet doen. Maar ik ga het wel allemaal passen en dan ga ik kijken. Want dit is dus de, ja ik weet niet, de stijl van Nos en Bar, denk ik. So, let's see. Here you go. Woehoe. Jullie weten ook niet of het past. Nee, we hebben geschat en op mij gepast een beetje. Dus, ja. Oké, we gaan eerst beginnen met de hele Bershka collectie die we zo ongeveer hebben gekocht. Het is echt veel. En het zijn shirts, dus remove the shirt, please. Dames en heren, als eerste item van de Bershka hebben wij een... Denk het niet. Ik denk dat je deze wel past, want hij is stretchy. En hij is niet te warm. It fits! Does it? Zit niet te strak in je oksel? You tell me. Ja. Jer, laat even zien in de camera. Een beetje zo. Een beetje staan. Dat bedoel ik dus. Alles... Wat is dat? Doe het! Probeer gewoon. Ik heb met deze ook. Ja, lekker. Deze broek erbij aan. En wij zijn heel benieuwd naar deze. Wat is dit voor broek? Het zijn jogger jeans. Ja, jogger jeans. Stretchy, maar jeans. What do you think? Als eerst. Het lijkt me zo juist vandaag. Het stamt. It fits! Girl, dat is een veel! Het staat kapot leuk. Kijk, dan weet je wat ik het probleem. Let me see. Let me have those jeans. Kijk, weet je wat het is? Als een man dit doet bij een vrouw, is het... Ja, maar het is je vriendin. Wat nee, nee, je moet toestemmen. Kom aan. Het staat je echt kijk, goed. Weet je wat staat het is? Kapot smoed, eerlijk. Even serieus, ik wil jullie mening om dit, ja? Ja, eerlijk. Het staat je echt heel goed. En dit is dus iets waarvan jij gelijk zou zeggen in de winkel, nee, ik wil niet aan. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar ik was er niet, dus dat had nog een beetje. Anyway, wat voor schoenen doe je aan? We got your shoes! Look at this! Do you like? Ja. Maat 47. Jullie kip nugget. Ja. Yeah. Oké, Nos en Bar gaan nu kip nugget eten. Dus ik ben jij alleen over. Aan? Ja, ik ben alleen over. Voor de mensen die het waarschijnlijk niet weten, mijn schoenen zijn altijd het grootste probleem. 1, omdat ik maat 47 heb, zoals je hier misschien wel kan zien. En 2, omdat ik dus platvoeten heb, dus letterlijk. Jordans zijn een van de weinige schoenen die ik wel kan dragen. Mijn kast staat dan ook altijd vol met Jordans, dus ik ben altijd op zoek. En we zijn 1 keer in Los Angeles geweest
En ja, Basketball Heaven, daar gingen schoenen gewoon tot maat 50. Dus ik ben gewoon echt benieuwd of deze nu gaan passen. Ze hebben een maat 47 gevonden, dat zie je niet vaak, maar we'll see. Food break. Je outfit is smooth. Ja man. Het staat je echt goed, Jer. Ik heb het wel echt fucking heet nu. Shirt nummer 2. Volgende shirt. Hey, hij past, of niet? Ja. Ik sta wel. Staat je heel goed. Jet. Ik ga hier zweten zien. Nee. Dat denk ik niet echt zo. Staat heel goed. Zit hier lekker? Ja, hij is warm op een of andere manier. Ja, maar jij hebt het nu de hele tijd warm. Nee, maar gewoon de stof. Het lijkt een dikkere stof. Maar dat was dus het idee. Want we wilden iets wat je in de winter kan aandoen. Juist. Maar niet met, ja, maar geen langslief. Ja. Jezelf. Jer, leave the cat alone. I like it. Okay, next. Guys, dit is een drop shoulder shirt. Het is 2020, dus ook mannen moeten een beetje schouder laten zien. Nee, ik cool. Maar dat. Ga nou niet fancy lopen doen met een woord wat je net hebt geleerd. Ik feel pretty weird. Ja? Waarom? Het staat kapot leuk. Het hangt, zeg maar. Ja, maar dat is de stijl. Ah, ba, hou die spiegel gewoon vast. Jeremy. Dit is zo'n... How do you feel? Dit is zo'n... Weet je wat dit is? Dit is van de tijd wat ik... Dit is 90 shirt. Yep. Dit is triple X. Welke maat is dit? XL. Je weet toch Ice Cube, Dub C, dat je die 3x XL white tees draagt. Alleen moet ik dan een baggy pants hebben. Weet ja, je? Inderdaad. Deze symbols. Broek is te dun nu. Ja. Heel eerlijk, Jeremy. Ik vind die broek een beetje zo... Ja, die broek past er niet bij nu, maar... Je moet een baggier pants hebben. Oké, die witte wordt het niet, hè? Je weet niet, dat is jouw keuze. Het is toch wat jij aandoet, sukkel? Als die witte het niet wordt, wordt het helemaal geen paars. Dat is gewoon... Nee, deze is meer fitted. Deze is veel beter. Nee, die zit los. Is allebei een L, of is het een M? Laat eens zien, Jer, in de camera. Oh, dat is L. Nou, dat is een XL, hè? Er staat L. Maar wat voor broek past die bij? Donkere broek gaan ook. I like it. Same. Dit is dezelfde broek trouwens, alleen dan in een andere kleur. Ja, maar nee, kijk, want die broek, hij is gewoon zo. Hij is... Damn. Hier, maar dit is altijd zo en dan is het hier strak. Maar doe hem eens strakker. Gewoon aanknopen bedoel je? Ja. En dan zit hij toch gewoon goed? I think so. I do like it. Hmm, de zittest. Ja. Ik kan ook zitten. Hij wil stretchen. Ja, denk ik. Vind je het mooi? Si, mijn rust. Jullie hebben maar één ding van mij. Ja. En wat is dit? Oh, dat is van mij. Oh, kijk daar. Dat is een broek van Han, hè? Maar het past wel, toch? Nope, dat is niet. Nee? Nee. Wat dan? Hij is weer los hier. Maar deur, dat blijf je houden. Ja, dat weet ik. Maar het punt is dat bij deze kan ik mijn been niet optillen. Nee? Oh, man, stretch die niet mee? Nee, niet echt. Als ik nu gewoon vanuit het niet zou moeten rennen, je weet maar nooit, snap je het? Of dit ding gaat helemaal omhoog, zeg maar. Maar het punt is dat betekent als ik ga zitten, dan gaat het dus heel erg omhoog. En als ik daar opsta, moet ik heel erg dit gaan. Ja. Zeg maar. Dat is echt wat in zak. Oké, denk ik. What the fuck? Nee. Oké, dit is Jack and Jones. This is not gonna work out. What? Huh? Het lukt niet. I'm not gonna do this. Why? Try. Oké, maar als hij scheurt, is jullie schuld. Dit is een van de redenen waarom ik dus nooit ga shoppen. Want dan moet ik dit in een paskamer doen. Oh my god. What the fuck, Jer? Oké, nou, dit barst dus wat uit zijn voegen. What the hell? Eeuw. Zie je wat ik bedoel? En dan sta je zo in de paskamer, zit je helemaal te zweten, gaat je haar zo... Vroeger had ik nog lang haar, zat mijn haar voor mijn gezicht. Kom, en dan zegt Nos, kom, we gaan vaker shoppen. Dan zou je minstens een XXL nodig hebben. Okay. Ja, en weet je wat er dan gebeurt? Mag niet helemaal dicht doen. Kijk, zie je nu weer zo...
En weet je wat er dan gebeurt? Dan koop je zo'n grotere dinget en dan gaat dit zo zweven, weet je wel? Dat is altijd hetzelfde. Maar in de color, hè? Mm, tuurlijk. I'm colorblind, nigga. Dan is het een hele tijd live. Weet je wat het is? Dan ga ik een keer iets aandoen en dan gaat Los me zo aankijken. Die twee kleuren bij elkaar die passen niet. Daarom hou ik het gewoon altijd bij zwart, grijs en wit. Maar dit past allemaal bij elkaar. Ja. Alles wat color palettes, hallo? Color palettes, hallo? Passen met Jeremy, chapter 1000. Deze guy heeft zoveel struggles om gewoon kleding aan te krijgen alleen al. Helemaal niet. Helemaal wel. Oké, this is too big. It's way too big. Oh, damn. Wat dan wel? Kijk wat jullie kopen. But. Oh, niet zo hoor. Chocuzel lang. Kijk dan, Jeremy. Chocuzel. Dan moet een L bijvoorbeeld aan dan wel passen. Is het XL? Ja. Evet. You're my chili. Yeah. You're my tamale, baby. You're my tamale, cabron. Deze zit wel goed, toch? Ja, maar wat is dit? Ik haat dat. Wat een flipje. Ja, zeg maar. Ik had vandaag ook een ander shirt aan in de winkel, zeg maar. Mm-hmm. Kun je dat niet strak strijken? Ja, ze moeten zoeken die douche aan. Zo. Ja, kan dat? Maar dat is zeg maar dat er zo'n dingetje in komt, toch? Zo'n foutje. Maar het is gewoon nice. Gewoon een basic shirt. Ja, basic black. De fit is perfect. Ook de lengte. Je doet lang. Nee. Ik ben echt efficiënt. Ik bedoel, maar je maakt jezelf. Als jullie zoveel zouden moeten passen... Jer. Hey, I'm feeling nice. Peachy, baby. Het staat wel echt goed, hoor. Wat kleur is dit? Nee, kijk. Oké, okay, kleurenblind test 1. Ik ben kleurenblind. Als ik zeg, wat kleur is dit? En je hoort... dan is het geen kleur. Het zit tussen de kleuren in. Vraag van de video. Welke kleur is dit? Nos? Pinkish. Pinkish. Pink, iedereen is kleurenblind. Nee, welke kleur is dit? Serieus. Want kijk, dit is de reden dat ik kleurenblind ben. Je kan niet zeggen, ik weet het niet. Je bent kleurenblind omdat je bruin en groen hetzelfde vindt. Dit is peach. Nee, peach is wat meer oranje. En dit is? Pink. Meer pink. Weet je, is niet de fit wat ik eigenlijk zou kopen. Normaal. Maar het staat je wel. Ja? Yep. Oké, Zara. Hij zit strak, hè? Ja. Yeah. Kan je niet eens bewegen erin? Ik kan bewegen, maar... Jer, scheur het niet, hè? Dit is de move. Dat is alles wat je kan doen? Nee. Als ik de trap op moet, dan is het Oh, hij zit echt heel strak. De kersttrui. Nee, het is geen kersttrui, jongen. Kom aan, kersttrui. Nee. It fits. Ja, of course it fits. It's a miracle. Oh, Jezus. Hey, nice. The color is bomb. Pretty. Het is groen, toch? Ja. Zie je? Wie zie je kleur of niet? Niet ik. Waarom ruik je het? Omdat ik ben nieuw. He's trying to get familiar with the t-shirt. Hey, pretty. Het is een no-go. Waarom? Hij is te klein. Hij is te klein. Waarom? Hij trekt. Ja, waar? Hier. Oh, ik moet hem draaien. Dat is echt typisch Jeremy, jongen. Just take your time. Je hebt het nu heet. Die lampen staan op je hoofd. Kijk even in de spiegel. Het is heel smooth. Oh, okay. Het staat echt mooi. De color? Wat doe je? Teken niet. Jer is zichzelf even aan het bekijken in de spiegel. Dus. Oké, Jer is klaar met passen ondertussen. Duurde even, hè? Ja. Vond je het wel een mooie outfit? Jawel, volgens mij hebben we toch ook het meeste gehouden. Ja, het meeste hebben we inderdaad gehouden. Sowieso 2 jeans, allemaal shirts. Er gaan wel een aantal dingen terug. En deze schoenen vond ik heel dik. Dit waren letterlijk de enigste in de hele winkel waar ze maat 47 hadden. Jullie moesten er speciaal om vragen, zeker? We hebben gevraagd welke Jordans heb je in 47. Niet eens die, gewoon alleen dat. En deze kwamen naar voren, want normaal bestel je deze in Amerika, toch? Mm-hmm. Het is zeker een geslaagde dag. Er gaan wel wat dingetjes terug, maar ik denk wel dat je een beetje een nieuwe stijl hebt. Vooral met deze. Like, deze jeans is echt mijn freaking favorite. Dus, heel cool. Sowieso alles wat ik heb gehouden vond ik mooi. Ja. Vond je niet raar dat wij dan voor jou gingen shoppen en dat jij eigenlijk niet kon zien wat we gingen doen? Dat is echt heel vaag. Nee. Het was jouw idee trouwens, dat was ook nog. Nee, ik weet niet. Ik vertrouw jullie daar wel in. En het is soms ook gewoon goed om een
vrouwelijk standpunt te zien. Ja, maar ik vind het wel echt heel leuk dat jij dus ook de outfits die we hebben gekozen... Kijk hier, kijk hoeveel kleur erin zit zo. Een bar, jij mag het colorcode voor mij. Ja, bar is Marie Kondo. Ja, inderdaad, ze houdt van opruimen. In ieder geval, al met al een superleuke dag. Laat even weten wat jullie van de outfits vonden natuurlijk. En misschien heb je wel inspiratie opgedaan voor je vriendje, voor je broer, voor je neef. En als ik ook voor Nos moet gaan shoppen, want ik kan echt dingen voor jou kopen. Ga je dat een keer doen? Ja, dat gaat echt fucking fout. En je moet het geduld hebben. Fout. Dan kom je echt thuis met die gekke dingen. Oké, als jullie vinden dat Jer ook voor mij moet gaan shoppen, laat het dan even weten in de comments. Girls, back me up on this, want ik weet zeker dat dat heel erg fout gaat. Maar goed, ik weet alles. Alles, maat 39. Wat is mijn shirt, maat? S. Pants, afhankelijk van wat je draagt, maar je draagt nu XS joggers of leggings, zei je laatst. Of ging je proberen? Nee, proberen, maar dat was niet goed. Oké, proberen. Wat zijn mijn jeans dan? Is dat een nummer? Allebei, een nummer en een letter. S, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bedankt voor het kijken, we zien jullie weer in de volgende video. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. 1 duim, 2 duim en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En trouwens, voor alle guys die dit kijken. Ja. Ik heb mijn eigen kanaal. Hebben we helemaal nog niet gezegd op de Dutch. Klopt. Dus voor alles wat met fitness te maken heeft en wat met mij te maken heeft, kan je ergens hier zo in beeld mijn kanaal vinden. Omdat ik daar veel meer ga posten over fitness. En hier gaan we gewoon allemaal leuke dingen doen met z'n tweeën. Zo, dat was het. Ja, zie jullie volgende keer. Doeg!